Cleopatra Jezrun, waarnemend directeur van het ministerie van Volksgezondheid, ontkracht de geruchten als zouden er besmette gevallen van het coronavirus in Suriname zijn. Zij benadrukt in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut dat de geruchten niet op waarheid berusten. Kijkt u mee naar haar statement. Middels deze weg wil ik namens het ministerie van Volksgezondheid als waarnemend directeur van Volksgezondheid de samenleving informeren over de geruchten die er rondgaan nu met betrekking tot het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid heeft tot op vandaag nog geen bevestigde, verdachte of vermoedelijke gevallen gemeld gekregen bij het ministerie van Volksgezondheid, nog bij BOG. Er circuleren op WhatsApp, Facebook, op de totale social media, circuleren er geruchten, nepnieuws en fake news over het afhalen van 3 Chinese personen aan de Gompertstraat met de ambulance met coronavirus. Ik wil middels deze weg dat ontkrachten. Er is op geen enkel moment een ambulance, nog van de RGD, nog van de ziekenhuisinstellingen, nog van any other overheidsinstelling gegaan naar de Gompertstraat om mensen af te halen. Onze public health officers, port health officers, zijn gegaan naar de plek, hebben de hele straat afgekampt, zijn in de verschillende winkels gegaan en mensen om informatie gevraagd. En niemand is op de hoogte van wat is gezegd in de berichten. We willen nogmaals de samenleving erop attenderen om geen onnodige paniek en onrust te zaaien. En dat als er een melding is van het coronavirus in Suriname, dat ook via de officiële kanalen bekend zal worden gemaakt met de Surinaamse samenleving. Indien iemand in de samenleving iets merkt en een melding wil doen, vragen wij dat te doen via onze hotline van BOG 178, zodat onze mensen ook daarop kunnen reageren. Laten we met z'n allen proberen om dit virus zoveel als mogelijk in te dammen en indien het Suriname binnenkomt, samen te werken zodat we dit virus tegen kunnen gaan. Ik wil de samenleving ook informeren dat op dit moment er ook andere griepvirussen gewoon circuleren in Suriname, zoals wij die al kennen als influenzavirus. Het kan dus zijn, we zijn ook in griepseizoen en het kan dus zijn dat mensen ook griepverschijnselen tonen. Zolang de mensen niet voldoen aan de criteria dat ze ook uit China recent zijn gekomen, dan is er geen reden om te denken dat zo iemand een coronavirus zou moeten hebben. Men kan ook gewoon griep hebben van andere virussen die op dit moment circuleren in Suriname. Daarnaast wil ik ook benadrukken dat we voorzichtig moeten zijn met rassenhaat verspreiden. Het hoeven niet alleen Chinese personen te zijn die besmet kunnen zijn. Het kan any reiziger zijn die naar Wuhan is geweest in de afgelopen dagen en naar Suriname komt. En eventueel iemand zou kunnen besmetten. Laten we dus dat ook niet gebruiken onderling en laten we de harmonie behouden. Ik dank u voor uw aandacht en ik vraag u nogmaals om rekening ermee te houden. Geen paniek te zaaien en geen onrust te zaaien. Ik dank u.